Heb jij nou Utrecht, want we hebben allemaal een beetje voorspellingen gedaan. Kampioen en dan degradant en ook de grote verrassing. Heb je Utrecht de grote verrassing genoemd? Ja. Maar dat kan toch haast niet meer, want ze verrassen toch elk jaar? Nee, toch geweldig, maar... grote verrassing is dat ze... In de top 3 gaan komen? Nee, de top 3 voor mij. Ja, ze gaan een van de Dat je ziet, je moet kijken, die wedstrijd, die laatste wedstrijd. De instelling die ze hadden, ja. dat was werkelijk fantastisch gewoon. Ook die partij, wat ik net zei, dat ze met team... Zien we 8.8. ik zit naar mijn eigen lijstje te kijken, maar gaan een heleboel mensen ben zeggen... Ben je een beetje gek op jezelf dan? Ik speel niet in de Eredivisie, maar dat maakt niet uit. Maar die is echt, dat speelden ze echt. Want de instelling was werelds gewoon. Daarom zeg ik, nou, dat wordt een rassing. Maar dit vind ik nou helemaal niet leuk. Nee. Ja, als jij de inhoud... als jij de inhoud van dit programma niet serieus neemt... Nee. Hey. En hij meent dit. Ja, hij meent dit. Ja, je meent het. Ja, nee, maar dat kan ik nooit tegen. Hey. Je mag grappig zijn. Dat gaat ons beter af dan jou. Maar ja. dat achter alles. Ik het wel leuk voor jou. Maar dit... Nee, maar dat vind ik niet leuk. Nee, nou ja, haal weg dan. Ja, nog één keer dan. Kan je mij verrassen? Hey. Ja.